Vroomheid in jouw kinderen verkrijg je niet door. Krijg je niet door alleen maar een paar woorden te zeggen. Oh mijn kind, doe dat en doe dat niet. Het moet zich vertaald worden in daden. En als jij wilt dat je kinderen vroom zijn, in de toekomst moet jij zelf een vrome persoon zijn. Het begint bij jezelf. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Ja, ayyuhal ladhina amanu, qu anfusakum. O jullie die geloven, red jezelf en jouw familie. Jouw nakomelingen van de hel. Dat betekent eerst jezelf. Jij dient zelf vroom te zijn. Als jij niet biedt en je verwacht van je kind, oh mijn lieve kind, ga me bidden, het is goed voor jou. Dat zal niet gebeuren. Je rookt, je doet iets anders wat slecht is. Het is niet goed voor jou. Hij neemt een voorbeeld aan jouw daden eerder dan jouw woorden. En het zal absoluut niet baten wat je zegt als jouw daden niet overeenkomen met je woorden.